Komt-ie, helemaal mooi. Ja, is iedereen er klaar voor? Let's go. Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuw seizoen van UHC. Seizoen 3 dit keer. En we zitten dit keer op 1.8 om het extra moeilijk te maken. En weer met een hele, hele groep mensen. We gaan ons straks even voorstellen als de teams zijn, bekend zijn. Nu nog even niet, want nu gaat Wouter eventjes iedereen uitleggen wat UHC houdt. En dan gaan we daarna de teams indelen. Precies. Je zag net al in beeld dat de server wordt gehost door Fries. Dus hartstikke bedankt in ieder geval daarvoor. En nou, ik ga nog even de regeltjes uitleggen. Want dat is toch wel belangrijk. Voordat je doodgaat en de regels niet snapt en zo. Maar goed. Wat de bedoeling is. Het is natuurlijk ultra hardcore. Oftewel, als je een hartje verliest, komt hij er niet meer bij. De enige manier wanneer je hartjes wel kan op, weer erbij kan krijgen, is door de golden apples en health potions te gebruiken. Je kan naar de nether, daar zit precies dezelfde border. Dus als je daar achter komt, achter de border, die is in de normale wereld en in de nether. In de end zou die ook wel zijn, maar daar kom je waarschijnlijk toch niet. Dan als je door de border gaat, je wordt tegengehouden. Maar als je blijft staan en je denkt grappig te zijn van, ah ja leuk, ik zit buiten de border, joehoe. Dat is niet slim, want dan gaat je leven eraf. En dan ga je gewoon dood en dan word je suffocate in de wall. Oftewel, vermijd zoveel mogelijk de border. Verder, je mag alles, maar ja, elk wapen en zo gebruiken. Je mag voor mij best een toren gaan bouwen voor Robin in ieder geval, want die vindt het altijd leuk. En verder. Is het dat, denk ik wel? Of ben ik nog iets vergeten? Ja, niet in de rechte lijn minen en zo. Ja, oh ja. Nou, je moet niet strip minen. Dus je mag alleen via één weg. Dus je mag alleen een trappetje naar beneden. Helemaal naar nul. Weet ik veel waar je heen wil. Maar het is niet de bedoeling, want dat hebben we gezien bij het vorige seizoen, dat je eerst omlaag gaat en dan ongeveer 5 blokjes en dan ga je weer omhoog met een trappetje. Dat gaan we niet doen, want dat is ongeveer precies hetzelfde als stripminen. Want dan vind je ook gewoon makkelijker diamonds. Dus als je wil minen, loop gewoon in één rechte lijn naar beneden. Niet de trappetjes gaan lopen om diamonds te zoeken. En als je zombies of skeletons of zo hoort, mag je er wel naartoe graven. Maar ga dan niet zo doen van, oh, ik loop op niveau 12 en ik hoor toevallig een zombie. Dus ik ga maar eventjes een cirkel van 500 radius eventjes uitgraven. Om te kijken of ik diamonds kan vinden tegelijkertijd als ik naar die zombie zoek. Dus, dat was hem. We gaan in ieder geval de teams maken en samenstelling en voorstelronde. In ieder geval Mark, die staat hier ook nog. Dat is de regelaar van de server. Die heeft alles klaargezet vandaag nog, dus props naar hem. En dan zijn we klaar. Zijn we klaar. Oké, hoe we het gaan aanpakken, we gaan eerst de mensen die niet opnemen, één voor één, een kleurtje laten pakken. Dan gaan die, zodra je de kleur hebt, dan ga je op dezelfde kleur volstaan. Dan hebben we die. Daarna gaan we alle opnemers, YouTubers indelen. En als we dat allemaal hebben gedaan, gaan we elkaar even voorstellen voordat we beginnen met de echte opnames. Ja, dus dan mag iedereen praten, maar je praat alleen als ik bij je langskom. Anders dan duurt het nog 3 uur voordat we kunnen beginnen. En dat is niet leuk, want we willen spelen. Ik tel 22 man. Jij telt 22 man. Dat zien we zo meteen wel. Dat maakt niet uit. Oké, we beginnen bij de eerste. En we beginnen bij de meisjes. Want die hebben we zoveel. Dus, Noor, jij mag als eerste, want jij bent de echte veteraan. Ja, zou je niet gewoon de kleur, de microfoons gaan uitzetten, aanzetten? Nee, dat doen we zo meteen pas. Noor, pak een kleurtje. Mag naar de coole kleur. En dan mag Laura daarna. En gewoon even gelijk op de kleur staan, alsjeblieft. Laura, doe je ding. Yo, Mike, ga erachteraan. Joost, ga erachteraan. Ja, gewoon even allemaal lopen, dan gaat het wel sneller. Nee, Robin, go. Emiel, go. Stefan, go.
Go, go, go! Danny, go! Danny, Danny, go! Oh nee, er is iemand stiekem van de ene kant naar de andere kant gelopen. Deze holbewoner die speelt vals, want nou komt het niet meer uit. Ja, te vaak. Deze holbewoner die is als het laatste overgestoken. Nou, dan krijgt Danny even een random kleur die... Oké, druk maar, Danny. En die holbewoner ook, die is overgestoken. Neem je nou wel of niet op, holbewoner? Nou ja, pak dan maar een kleurtje. Wel, oké, dan moet je ook nog niet lopen. Oh my god, je snapt er niks van. Oké, zitten de kleurtjes er allemaal in voor de opnemen? Ja. Dingen? Oké, nou, mogen de opname één voor één. We beginnen bij Joey. Ik wil niet als laatste. Ik ga gewoon asociaal zo met dit eens door. En dan Marnik. Oké, Thijs. En Mark. En Emiel. Ja, ik ga gewoon voorkruipen, jongens. Sorry. Ja, ik ga ook voorkruipen. Oh. Oké, en ja, kom maar. Groen. Lara blijft alleen. En Niek. En Jurgen. User in your channel timed out. Oh. En iemand stopt ermee. Valt. En Jack. Oh, nou, moeilijke keuze. Weet je, om ik wil niet aangeklaagd worden, dus nou mag de Belg eerst. Anders is het gemeen. Ik wil niet de Belgen op laatste bewaren. Sorry. Maar anders waren we gemeen voor de Belg. Applausje voor Sier. Nou, welke kleur zou die toch horen? Oh my god. Jim heeft geen team. Jim past er niet bij. Nou. Jim, jij zit in je eentje in het extra team. Waarom hebben we Levi weggestuurd? Ja, maar dan hebben we twee mensen. Maar, na de onderbreking gaan we verder met het voorstelrondje. Mag je zelf voorstellen? Hi. Ja, wat moet ik zeggen? Ik ben Laura, hey, wat leuk. Ja, Lily. Dat is genoeg. Oh. Lily. Lily, hoi. Hoi, Monique. Hoi. Hoi, ik ben Jurgen. Hi, ik ben Daniel. Ik ben Harry. Hey, Harry. Kut Mark, jongen. Oh. Ik ben Mark. Dat zei Wouter net al, hè, Wouter? Ik ben Stefan. Ik ben Sieg. Wouter was al bekend. Ik ben Marnik. Hallo, ik ben Danny. Ik ben Robin, aka Beste Designs. Oh ja, hij moet weer fancy. Ik laat hem maken. Hij is wel een mooie berg hoor, een hele mooie berg. Hoi, ik ben Noor. Hoi, ik ben Jeroen. Hoi, ik ben Emiel. Hoi, ik ben Jack. Hoi, ik ben Thijs. Joost is een man. Ik wil downfall. De berg, laat hem. En de Belg kan niet praten, jongens! Wesley! En Wesley! Wesley! Wesley, waar is je microfoon? Wesley! Mike, Wesley! Ja, ik kan praten hoor. Ja! Wesley! Eindelijk, Wesley! Mike was mute. Jeroen. Kevin. Oh my god, we zijn het rondje. Oh my god. Nou, we gaan zometeen eindelijk beginnen. Tot zo. Oh god, 2. Uh-oh. 1. Dit is zo fancy gedaan. We zijn gestart. Nou, yo mensen, ik ben Jeroen. Dat is Emiel. Dat is Jack. En vandaag beginnen we aan UAC seizoen 3. Wow! Yeah! Yeah. Ik begin met... Yes, Emiel. Ik begin meteen met... Ja, Jack, als jij dan hier een soort van base in de muur kan maken, dan ga ik alvast zoeken naar goede bomen voor appels. Terwijl de border eraan komt. Heel veel geluk. Oh ja, dat is waar. De border komt wel naar beneden, maar je moet even... alvast een beetje gaan minen naar onderen. Want we hebben ook heel veel goud nodig voor de golden apples. Dus dat is een belangrijk puntje.
Goed. Mm-hmm. En mm-hmm. deze moet je ook weghalen, anders gaat de blader niet weg. Ook, het maakt niet uit dat je geen health kunt regenen. Je moet pas gaan eten wanneer je niet meer kunt rennen, denk ik. Ja. Ik denk dat dat het slimste is. Ja. Van Dark of... ook, krijg je daar dingen, appels van of niet? Daar krijg je geen appels van. Ik zie een appel. Niet vergis. Ik zie een appel. We hebben een appel. Ik heb ondertussen al 10 raw pork chop. Nice. En ik ben nog flink door aan het hakken. Nice. We hebben ook wat oak saplings. Ja, ik heb nog geen hout. Oh, heb je wat hout? Ja, ik heb het hout, wacht hier. Als je een zwaard daarvan maakt. En een pickaxe kan ook heel handig zijn. Ja, zeker. Ook, we hebben al 1 appeltje. Benchmarking, kijk. Heb je saplings? Wie is dat? Wie is dat? Wie? Oh, ik zie Jim. Ik zie een ander team. Oh ja? Wat? Zo snel heb ik het nog nooit gezien. We gaan ze meteen... We halen ze meteen onderuit. Ja, goed, jongens. Dit gaat... Zwaarder. Ja, zwaarder. Go. Snel, pakken we ze meteen. Go. Als je zwaard hebt, meteen eruit toppen. Kom maar. Go, ben je goed? Waar ben je, Emiel? Ik ben goed in PvP. Go, ja, ik ben niet heel goed, maar kom. Ik haal even wat. Go. Gewoon vol erop, meteen neerhalen. Kijk even of er nog meer mensen zijn. We hebben zwaar, dus het lukt wel. Het zijn drie mensen, oké. Ja, hier is er drie. Zo, hoppakee. Dat is 1. Yes! Dat is 2! En die Jim nog? Waar is Jim? Die is voor mij de bos in gerend. Nice man. Baasbegin. Dat is geniaal. Zo snel is nog nooit gegaan. Welke kant is je op gegaan? Waar hebben we Niek? Hij zit nu ergens te shiften. Dus okay. Goed zo, Niek. Is hij dood, ja? Niek is niet als eerste dood? Nee, Jim is er nog. Nee, Niek heeft het overleefd. Ja. Maar waar is Jim? Jim die is ergens het bos in gerend. Ik zag hem wegrennen. Zullen we anders laten? Ja, we laten hem wel eventjes. Ik heb ondertussen 18 raw pork chop. Dus niet slecht. Ik heb aan de andere kant wel echt heel erg de neiging om gewoon nou achter hem aan te gaan. Ja, maar we hebben nu toch vrij weinig kans. Hoezo, we hebben... Ik heb ondertussen... Ja, ik bedoel om te vinden. Oké, dat is waar, maar ik... Ik denk dat we het beter aan doen om... misschien... even zien. Oké, zullen we wel... Oh, jullie zijn alweer teruggelopen? Ik zit even te kijken naar wat we nog meer hier omheen hebben. Nee, dat is Jack. Ik zat van... Jack, okay. Gelukkig. Mijn hunger is leeg. Yep. Ik heb hier 19 pork. Ik loop nu de berg op. Ja, dat ben jij. Kan je geen iets van bunnies? Bunnies kun je bunny meat van krijgen. Ik heb niks gekregen. Net met het begin al eentje deur. Alleen maar van grote trouwens. Oh, ja. Oh, er komt hier iemand aan. We hebben ook een paard. Oh, dat zijn jullie, oké. Ja, paarden hebben we niet zoveel aan, want we hebben geen zadels. Oh, we hebben koeien. Nee, we hebben koeien en schapen. Dat is wel heel chill. Wol hebben we niks aan. Trouwens, gewoon. Krijgen we raw mutton. Jack, heb jij de Getting Wood achievement? Nee. Oké, mooi. Dan zijn... Ik ook nog niet. We moeten Emiel en Jack, jullie moeten geen hout hakken. En dan moeten jullie zo meteen als we diamonds hebben... Nee, wel, ik heb wel Getting Wood. Oké, heb je... dat is jammer. Maar ik heb benchmarking niet. Dus Jack, als ik jij... Ik heb alles al gecraft. Ja. Dus dan moeten Emiel en ik de diamonds hakken als we die vinden. Want dan staat er geen achievement in de chat. Dan kunnen we ze verrassen. Precies. Ik heb een eitje hier. Au, uitkijken jongens. Holy shit, ik zit al op... Oh fuck, ik zit op 3 hart... Wat? 2,5 hartje. Wat? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, PvP. Oh. En ik word keer op keer door... Slaan we elkaar. Ik sla niet meer. Dat is wel echt kut. Dat is best wel kut, ja. Oh, dus daar staat een witch. Niet naartoe gaan. Waar staat een witch? Daar, die kant op. Okay, gaan we inderdaad niet naartoe. Nee, maar ik zeg dat we moeten minen. Ja, ja. Waar komt border vandaan? Dat is misschien handig. Oh, dat is de border. Kut. Waar? Dat rode. Waar? Ja, wat? Ook rode. Ik zie hem niet. Zien jullie dat niet?
Nee. Ik zie wel iets roods, alleen dat is de sunset. We zitten in het hoekje van de border, we moeten die kant op. Huh? Ik zie geen border. Ik ook niet. Er komt een gigantisch rood vlak af. Ik zie geen border. Nee, de border heb ik vanmiddag gezien, hij is doorzichtig met doorschijnende strepen. Ja, dat weet ik. Ik weet hoe die eruit ziet, alleen ik zie niks. Ik zie ook niks. Maar is die roodachtig. Ja, ik heb heel verre renderdis. Ik kan hem ook wel even waarzetten, alleen ik zie niks. Oké, okay, wacht. Toe. Welke kant is de border? Nou, waar ik nu heen kijk, dat is zeg maar de hoek. We zitten in de hoek. Dus dan moeten wij die kant op. Maar dan zit Jim in die hoek ook sowieso vast, want dan is dat... Waar heb je renderdistance op staan, man? 32. Of nee? Dus dan moeten wij die kant op. 32, oké. Okay, zover heb ik die van mij niet staan. Oh, kijk uit jongens, zombies en creepers. Ja, probeer ze gewoon zoveel mogelijk te vermijden. En spiders? Spiders zijn helemaal irritant. Ja, maar die kunnen op zich nog wel achteraan gaan, want dan kunnen we strings en bow and arrow. Ja, alleen ze zijn zo verdomd lastig om te killen. Laten we misschien... We kunnen die berg op gaan. Oh, kijk uit, hier een creeper. Ja, goed dat je het zegt. Ja, die berg die komt bijna in de border al, hoor. Serieus? Ja. Ik zie die border echt niet. Nee, ik ook moet mijn render distance nog hoger zetten, alleen... Ja, als ik hem hoger zet, dan wordt mijn FPS laag. Oh, spider, kijk uit. Wat beweegt die langzaam? Ja. Ja, dat had ik net ook al met een zombie. Nou, we moeten in ieder geval die kant op. Maar dat maakt het juist super makkelijk als ze zo langzaam bewegen. Kijk, ik zit ook gewoon op 32 chunks. YOLO. YOLO. Oh, ik heb hem op 6 staan of zo. Dit is niet goed voor mijn FPS. Wacht, ik zal hem even op 10 zetten of zo, weet ik het. 9. Ja, mijn muis glitcht soms. Ik weet niet meer door dat komt. Nou, heel veel creepers. 9 en ik merk geen verschil. Mooi, ik hou hem hier op. Ik zie hem nog. Ik zie echt geen border, jongens. Nee, ik ook niet. Nou, zal wel. Ik geloof gewoon dat die... Oh ja, nu zie ik hem ook. Ja. Wat, waar? Ik zie hem niet. Hij is die kant op. Hoe ver is hij? Hij is aardig dichtbij. Aardig dichtbij, maar met 10 chunks zie ik hem niet. Die enorme groep van... Skeletons ontwijken. Oh, pas op, creeper. Skeletons. Oh, 2 zelfs. Ja, maar nou komt er eentje op mij af. Dit is niet mooi. Uitkijken. Oh, hij gaat opblazen. Hij niet gedragen. Oké, okay, hij is dood, oké. Okay. Wacht alsjeblieft even op mij. Oké. Kom eraan, even langs de zombie villager. Dat is het probleem met mij, ik let echt nooit op mijn hartjes. Eigenlijk. Ja, je zit zeker veel te veel in creative. Waar zijn jullie? Ik ben niet slecht in PvP, alleen... Wat, waar de fuck werd ik door gehit? Oh, mijn honger! Eten, snel! Heeft iemand eten? Hier. Ik heb wel een appel, maar... Het gaat best wel snel, Hunger. Dus zorg ervoor dat je genoeg food bij je hebt. Ja, ik ben ik heb een appel, maar die wil ik niet gebruiken. Oh, baby zombie, kijk kom uit. Kom hier. Baby zombie. God damn it. Waar ben je? Ik heb een horende. Ja, voor mij zag ik je hier. Iets terug. Er zit cobblestone. Die baby zombie is echt kut. Kijk uit. Oh god, creeper! Kijk uit voor die baby zombie. Hey. Oh, we zijn hier niet goed in. Snel, dichtmaken. Wat? Wie doet het? Mijn muis glitste. Ik heb hem. Oh, hebben we blokken? Nee, ik heb hem. Hij is dood. Hebben we blokken, dan onderin, bouwen we dicht. Hebben we... Ja, heb je nog hout? Ik heb geen hout. Ik heb nog maar 1 hartje. Wat is dit? Wat? Wat? We zijn echt achter nu. We hebben de meeste mensen gekillt, alleen... Ik heb alles nog, bijna. Ja, maar net had ik ook wel alles nog. En toen was ik hunger en toen gingen er 2 of 3 vanaf of zo. Hebben we een pickaxe, jongens? Ik heb een pickaxe. Hakken dan. Ga maar even minen. We hebben gold nodig. Geef het hout aan mij. Ik kan niet minen. Nee, ik ga hem al minen. Krijg ik achievements. Oké, ik ga wel minen. Geef hout, dan maak ik een crafting table en een furnace en zo. Jeroen. Ja? Ik heb geen hout meer. Dat heb ik helemaal allemaal aan jou gegeven. Oh. Ik heb nog een stick. Daarmee kunnen we een furnace heel even laten branden. Oh. Wauw. Wat zijn we aan het doen? Ik heb wel 5 XP. Dit wordt hem, ik voel het. Oh, ik heb kool. Ik maak wel even een uitgang. Oké, zorg wel dat je kool hebt erin. Zorg dat er geen baby zombies zijn, alsjeblieft. Oh man, echt. Komt goed. Ik ga echt zo slecht nou, hè. Ik zie de border niet meer, dat is Oh ja, dat is ook nog een kut. Als ze onder de grond zit en de border komt langs, hè.
Oh, we hebben... Oh, nee. Nice. Dan zijn we echt gelijk fucked. Hey, ik heb een cave gevonden. Hebben we nog iets van hout? Ik heb een cave. Hout? Niet in. Ik heb nog iets hout. Maar... Jongens, ik heb een cave en ik ga er niet in. Dat is, ik spreek uit ervaring, als je een cave vindt, ga er niet... Oh, sorry. Au. Als je een cave vindt, ga er niet in. Ik spreek uit ervaring. Daar zit een cave achter. Hebben jullie... We zijn het zo slecht aan het doen. Sowieso. Stone is trouwens makkelijk te hakken dan cobblestone, dus ik zal deze even kapot maken. Okay. Ik ga even kijken. Ik moet iemand even kijken of... Mijn pickaxe is dood. Of we wood kunnen vinden. Weet iemand waarom ik mijn muis niet meer onder controle heb? Nee. Dat is niet handig. Jeroen, ja. Jij had toch je achievement al van getting wood? Ja. Hoewel, ik kan... Bij mij maakt het ook... Dan ja, hak maar, want je hebt toch de... Als je de benchmarking niet hebt... Nee, precies, daarom. Dus hebben we nog twee sticks? Hardware. Ik heb één stick, alleen ik ga dus even een boom hakken. Jack, heb jij een stick? Ik heb wel een oak sapling trouwens. Eén stick? Twee sticks? Drie sticks? Ik heb een tweede... Oh, yes, dank je. Yes, mijn muis doet weer normaal, oké. Oh, ik zie een zombie. Want ik heb net... Ik ben best wel goed in survival eigenlijk. Maar niet uit. Ik ben op zich niet slecht in, ik ga best wel vaak dood. Ja, dat heb ik kijk zo. Ik kijk wel of de border... Ik pak een stenen zwaard voor mezelf, mee eens? Ja, is goed. Geef mij anders ook even een goede zwaard, ik heb hem al leeg. Hier heb je de kool, of de steen. Wacht, niet alles. Ik heb ze... We zitten heel dichtbij een enorm birch forest. Ja, daar hebben we niks aan. Hier heb je wat spul. Doe de deur even dichtmaken. Ik heb hier wat kool. Ik heb kool in de furnace gestopt. Furnace. Maar er zit nu dus vlees in. Maar ons teamnaam, wat was dat ook alweer? Geel slaat met meel? Of ja, nee? Geel slaat met meel, dat was hem. Ik vond hem wel legit. Ik hoor een Enderman. Waar is de kool dan? Ik heb hem zelf weer opgepakt. Oh, ik heb het zelf weer opgepakt. Ja, ik kan het zeggen. Moet het dan hier. Zag. Ja. Dan moet ik even vlees pakken. Even wat toortjes hebben, anders spannen niet dadelijk zombies in. En andere monsters. Ik hoor een Enderman, ik ben zo... Overladen zombies trouwens. Oh, dat is natuurlijk ook zo. Dat is in 1.7 nieuw. Wat? Wanneer je een zombie killt, is er een kans dat er een tweede spawnt. Echt waar? Dicht bij je. Dat is serieus zo. Oh, maar dat is echt super cool. Dat is echt kut. Dat is best wel kut inderdaad. Waarom hebben ze dat erin gestopt? Om het moeilijker te maken. Volgens mij alleen maar in hard zo. Tenminste, zijn verschillende kan ik weer even naar binnen? Ik heb geen pickaxe. Oh, wauw. Ik zou naar boven kunnen komen. Alleen ben ik bang dat hij is onder iets spant. Het is licht. Ik hoor weer een zombie. Ja, ik kom naar boven. Mooi. Ja. Oh, we hebben andesiet. We hebben wel allemaal mensen gekillt, alleen... heel weinig hartjes. Ja. Ik ben kind of screwed dus. Als we zometeen goud vinden... Zijn we het een beetje... Oh, kom maar. Dan moeten we kiezen. Nice. Ik ga stel voor dat hetgene met de minste hartjes de golden apples eerst krijgt. Mee eens? Dat ben jij. Dat ben toch? Ik. Dat ben ik op het moment, ja. Ja, is goed. Mooi. Ik ga even iets typen hoor. Hoeveel kool hebben we? Hebben we veel kool? 9 of zo hadden we toch? We hebben wat hout nodig. Als ik meteen een stone pickaxe maak, krijg ik niet time to mine. Ja, klopt. Zo slim. Ja, ik maak pickaxe. Ik heb net een pickaxe gemaakt. Tjie, oké. En ik krijg dus geen... Wordt dag. Ik zie geen border. Oh ja, dat is ook wel iets. Zodra je de border ziet, roep het meteen. Want ik zit hier heel erg nadelig als die border komt. Mm-hmm. Oh, 3 zombies. Drie zombies, oh, dat is niet goed. Nou, ik ga niet dood van zo'n zombies hoor, die zo slim komen. Nee, klopt, en ze branden ondertussen ook nog. Die van mij stond dan weer. Waarom brandt deze niet? Kan iemand even toortjes naar beneden brengen? Goed zo, zombie, brand. Brand en val dood. Ja, kom er zo aan. Yo. Ik zie hier wat kool, dat mine ik wel even. Trouwens, als je op F3 en B tegelijk drukt...
Dan krijg je van die witte randjes om items en... Dan zie je inderdaad de hitboxes van players. Heel handig. Dat is heel handig, ja. F3 en W. En B F3 van en banaan. B. Oh. Als je, trouwens, dat is ook wel handig, F3 en A tegelijk ingedrukt, herlaat je je chunks. Als je bijvoorbeeld een chunk niet kan zien. Dat gaat in 1.8 tegenwoordig heel snel. Dat is wel handig. Oh, maar dit is nu echt cheaterig hoor. Zo, vanille Minecraft. Nergens zegt dat het niet mag. Nou. Kijk, dan zijn wij slim. Dat is gewoon slim. Slimme holbewoner. Professionele holbewoner. Oh. Ja. Iron. I'm coming. Nice. Ik denk dat ik... Oh, ja. Even wat torches droppen, dan heb ik voor jou een oak sapling. Ik heb er één voor je. Ah, goed genoeg. Oh ja, dat is waar ook. Skeletons zijn natuurlijk slimmer dan... Oh, ja, wacht. Hier voor jou de oak saplings en neem ook gelijk de iron ore en de kool mee. Zien of niet. Kool ligt onder. En ik heb het juist. Hoeveel verder te kunnen renderen. Het is deze. Voor verder te kunnen renderen. Tum tum tadam. Tum 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 tum. Yes, nog meer iron. Oh ja. Yeah. Och, heel veel kool. Ik haal even zoveel mogelijk kool binnen. Zo mooi. Ook wel grappig hoor. Die F3 en B zie je dus de interactie of zo met de. Oh nee, wacht. Wacht eens even. Oh nee, dat is niet zo. Is het wel zo? Ik zit al op 30. Even zien. Nee. Kunnen ze meteen wat lekker iron armor maken, hé? Nice, 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 nice. Ik ben wat helemaal, doen we dan? Ik heb ondertussen heb ik al... Ik zou zeggen, eerst chest plates voor iedereen. En dan beginnen we van laatste hartje naar hoogste hartje. Oké, dat is heel alsof ik mezelf voortrek, maar dat is gewoon heel tactisch. Dat het allemaal het langs overleven. Ja, het is inderdaad tactisch. Het is niet slim om hier iemand compleet uit te tanken en dan... Nee. Hoezo niet? Dat je dan... Uiteindelijk één iemand over hebt. Ja, het is, ja, hangt er vanaf. Hoeveel iemand hebben die echt gewoon een monster is in PvP? Ja, oké, dan is het misschien slim. Oh, ik schrik iedere keer als jij een ding plaatst, hè? Ik denk, kom ik hier nog met torches. Yo, dank je. Trouwens, ik denk dat het wel het slimste idee is om als we een diamond sword of zo krijgen, om die het aan, aan degene te geven met de meeste hartjes. Dat wel. De minste hartjes diamond zwaard krijgt en dan gaat hij dood en heb je van die. Hey. Tegenstander en diamond zwart. Ja, dat heb ik nodig. Wat ik heb nog het rauw vlees. Ik heb nog het rauw vlees. Ik zit bovenop de berg. Bovenop de berg. Bovenop de berg. Misschien. Oh, alle iron is gesmolten. Ik heb 60 kool trouwens. Zo. Dat is pittig. Dat is chill. Ja, wat ook handig is. Het is iets lastiger te zien, alleen aan met F3 en B. Aan een blauw streepje kun je zien welke kant iemand de entity opkijkt. Ja, dat weet ik ook wel door. En ik hoor zombie. Alleen, wat zijn die blauwe streepjes vanaf de blokken die je hakt? Ja, dat is de kant die een entity opkijkt. Niet bepaald bijster handig. Ik ben even het vlees aan het... Oh, nice. Dank je. Ja. Ik heb namelijk nog 25 raw pork chop. Gooi het allemaal in. Ook zo. Wat is dat? Wat? Een schaap. Schaap, inderdaad. Zo. Wat een spanning en sensatie, hé. Hey. En ik ben bij Bedrock. Dan mag je toch nog een heel klein beetje om jezelf heen graven ofzo? Of moet je dan gelijk weer naar boven? Oh, ik zie de border trouwens. Oh, goed dat je het zegt. Is heel duidelijk te zien. Ik kom je heeft allemaal een stone sword? Ik heb er één. Ik heb er geen. Ja, dan krijg jij die ik van mij. Nog, ja. Oh, trouwens, ik heb nog... ik heb nog iron, heb ik eruit gehaald. Ik heb ook nog 6 iron. Dankjewel. Einde episode. Einde episode. Nou, okay. Bedankt voor het kijken, zou ik zeggen. Geef vooral een blauw duimpje omhoog op alles video's. Abonneer op Emiel. Jack, heb je ook een kanaal?
Ja. Abonneer ik op Jack. Ja, sorry, wist ik niet aan mijn hoofd. En abonneer op mij. Zouden we alle drie heel erg waarderen. En dan zien we jou de volgende keer weer. Doei! Bye.